Tenminste één bewoner van de burgemeester Verwer Aartselaan in Voorschoten is naar de straatnamencommissie van de gemeente gestapt met het verzoek dit naambord te verwijderen. Niemand zegt te weten wie, maar bewoner Jan Preene staat er helemaal achter. Ik woon sinds kort in Voorschoten. We komen uit Leiderdorp. En we wonen hier verder fantastisch, daar gaat het niet om. Heeft u mevrouw Verwer als burgemeester hier meegemaakt? Ik heb haar meegemaakt, heel kort. Ze zijn erg tevreden, hè, in de gemeenteraad over haar functioneren hier. Ja, er zijn ook andere geluiden. Dat is wel heel duidelijk en ferm heeft opgetreden. En juist daarom spreken alle fracties in de gemeenteraad van Voorschoten vooral lovend over hun oud-burgemeester. Het was een kranige tante als burgemeester die de lessen goed kende. En wat ik vind, en toen ook raadsbreed, dat ze de parel die Voorschoten aan de Vriet is best glans gegeven heeft in die periode. Aan de burgemeester Verwer Aartselaan komt ondertussen een ongenoegen los dat weinig met de Schiedamse affaire te maken heeft. Het enige wat ik kan zeggen dat ze in ieder geval getekend heeft voor die mast daar. En daar ben ik dus niet zo blij mee. De straat heette eerst burgemeester Verwerlaan. Toen heeft mevrouw Verwer het zover gekregen dat haar meisjesnaam er ook nog bijgevoegd werd. Dus werd het burgemeester Verwer Aartselaan. Dan overleven we die derde naam ook nog wel. De conclusies uit het Bing-rapport worden in Voorschoten niet als keihard bewijs gezien. Ook dat moet nog blijken dat het zo is. In Voorschoten was je niet omstreden. En ach, die straatnaam. Daar zijn lang niet alle bewoners even stellig over. Nou, ik vind het. Voor mij is het niet nodig. Ik vind dat de gemeente andere prioriteiten zou moeten stellen. Dan dat men zich nu heel druk gaat maken over de straatnaam.